Komend half jaar huizen nodig voor 6500 statushouders. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, asiel en migratie, heeft gemeenten en provincies vandaag gevraagd om de tweede helft van dit jaar 6500 asielzoekers met een verblijfsvergunning een woning te geven. Volgens de berekeningen zouden gemeenten eigenlijk 9000 statushouders van een huis moeten voorzien in de tweede helft van 2020. Dit lijkt voor gemeenten nu, mede door de coronacrisis, een te grote opgave. Daarom is in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken gekozen voor een lager aantal. De planning voor het volgende voorjaar kan na overleg met gemeenten en provincies nog worden bijgesteld. Daarbij worden de effecten van de coronaproblematiek en het feit dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) achterstanden aan het wegwerken is, meegenomen. De schatting van het aantal aanstaande vergunninghouders wordt 2 keer per jaar gemaakt. De afgelopen jaren schommelde de taakstelling tussen 5500 afgelopen half jaar en 23.000 ten tijde van de hoge asielinstroom. Push came to shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.